Okie-dokie. Daily challenge tijd. We gaan eens zien wat het allemaal voor ons vandaag brengt. Een mooie zandweg. Dit is... Mijn standaard antwoord zou zijn van, oh, dit is een van de Baltische Staten en dit en dat. Maar er zijn dingen die ik hier zie waarvan ik zeg, I don't think so. Ik zou op dit moment eerder geneigd zijn om te zeggen, Argentinië of Chili. Dan een van de Baltische Staten, maar ik hoop... Ik hoop wellicht dat... Dit bordje... het brengt niet veel verlichting, maar het brengt wel wat verlichting. Mijn vraag alleen is... Welk van de twee gaat dit zijn? Want dit kan zowel Chili als Argentinië, misschien zelfs nog Uruguay zijn. En... Oh, ik denk dat dit een antwoord gaat geven. Ja, Chili zo te zien. Oké. Dan zal dat... durf ik hem zo ver onderin te zetten of zet ik hem toch iets op? Ik durf hem zo ver onderin te zetten. Even kijken. Escuela las Tunas. Dit is wel echt een, want het kan ook nog net hier bovenin zijn, maar goed, dat ik misschien zelfs nog verder zuidelijker, maar. Oh, dat was veel verder noordelijker. Jeez. Oké, nee, dat had ik. Nee, ik heb het land goed. Oké. Dus. dit is, als ik het zie zo. Mijn eerste is, oh, dit is Berlijn in Duitsland. Maar ik denk niet dat dit Duitsland is. En oké. Sure. Alleen het is niet. Het is niet dingen, het is Bremen. Dat was nog niet wat ik dacht dat het gelijk was. Oh boy. Ik dacht echt niet dat het... maar goed, ik klaag niet. Absoluut niet. Havenvoorstad. Dat is meer richting deze. Als ik nou eens de naam van deze straatpak zou kunnen krijgen. Dat zou... Nee, dat is een meterbordje dat er stond. Wat ik zeg, de naam van deze straat zou al heel veel moeten kunnen doen, om het zo maar te zeggen. Even kijken. Ach, hier.
Eduard Schopf uitleggen. Het kan natuurlijk ook aan de andere kant van de dingen zijn. Even kijken, want ik zou ook even kunnen kijken wat dit allemaal doet. Is nou een beetje nog steeds niet hoor. Oké, wegnummer. Neustadter haven 28. Dichtbij genoeg, zullen we maar zeggen. Dit doet in ieder geval Europees aan. En dan zit ik te denken aan de regio met Kroatië, Griekenland, Italië. Location, het tegenlicht is net iets te veel, zeg maar. Daar kom ik niet heel veel wijs uit. Frankrijk, wellicht? Ja, dit zijn Franse borden. Waarom staat dat in twee talen erop? Is dit Corsica? Ik denk het niet, want ik zie geen D-wegen hier staan. Nou, daar. Nevermind. Oké. Wat ik zeg, waarom staat dit met twee namen erop? Dat is hetgene wat me een beetje ervan afwerpt. En ik hoef in principe hoef ik er maar eentje te vinden die klopt. En dan zit ik goed. Maar welke kant zit water? Wacht. Karkeesje. Ajaccio. Ah, daar. Oké, top. Daar is dingen. Oké. Nou kunnen we zoeken naar die D25. Ik zou me niks verbazen dat hij hier ergens is. Daar. Dus dan zitten we hier ergens of zo. Zoiets. Ik start langs de dingen. En volgens mij is die afslag is daar. Want we zijn die brug zijn we niet overgegaan. Die brug zijn we niet overgegaan. Dit is die brug. Dus dan denk ik dat we eerder zelfs hier zitten. Ja, want volgens mij is dit. Hey! Top. Dit is Amerika. Dit is New York. Waarschijnlijk is het Manhattan. Even kijken. Front Street.
En dit is No Name Street. Daar is het spotje. Maiden Lane. Oké, de Brooklyn Bridge. Williamsburg Bridge. Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge. Oké. Dan gaan we even kijken. Wat was het? Front Street en Maiden Street, hè? Of Maiden Lane zal dat wel zijn. Eens kijken, want er zit hier zit ook nog een. Ik denk dat we het hier meer aan hebben aan deze straat. Mits ik natuurlijk een bordje ervoor kan vinden. Daar. South Street. Dit is South Street. Oké. Dit is de Brooklyn Bridge, ja, ja. South Street, Brooklyn Bridge. Het nare is dat ik niet alle namen zomaar 1, 2, 3 kan zien van de Maiden Lane, Frontier Street, Front Street. Oké. Dit is niet start. Dit is start. Ik zou kunnen. Kan ik erachter komen welke straat dat dit is? Dat zal dan deze zijn, gok ik. Of is het deze? Het was wel die. Wel, het is alsnog 5000 punten. Maar goed, hè? Oké, dit is. Japan, denk ik. Het kan ook eventueel Korea zijn. Ik zou hier niet over gaan twijfelen dat dit Taiwan is, want dat is het niet. Maar ik zit wel een beetje te twijfelen of dit zomaar 100% zeker Japan is. Weet je, we volgen voorlopig gewoon even de weg en de pijlen en de rest. Dit lijkt me iets van een industrieel gebied of zo. Dat lijkt me Japans te zijn. Maar oh, kijk daar. Dat moesten we hebben. Top. Xiaomi. Dat klinkt als een stad die ik al eens vaker tegengekomen ben. De vraag is waar. Laten we eerst even kijken of 40 inderdaad niet. In mijn hoofd zit 40 op Hokkaido, maar. Daar ben ik dus niet helemaal zeker van. 40, oké, top. Daar had ik dus gelijk in. Als we nou. Als we nou. Wat is het? Of Shishuri. Ik
zou dit dan zijn? Dit is. Ik heb te weinig tijd nog. Het was wel heel onduidelijk. Dammit, ik dacht nog net van, zal ik hem door wegzetten? Nou. Dammit. Als ik dat gedaan had, dan was het goud geweest. Oh well. Zeker na zo'n wat mindere start, toch nog redelijk goed hersteld. Maar goed. Ja, er valt niet heel veel over te zeggen. Hè. Het is wat het is. Deze die, als ik gewoon mijn gevoel gevolgd had en gewoon die aangeklikt had, dan was het gewoon goed geweest. Maar helaas. Het is niet anders. Nou, dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen weer eentje. En dan zeg ik tot morgen.